God has given you one face and you make yourselves as another. You jig, you amble, you lisp, you nickname God's creatures and make your wantonness your ignorance. Go to, I'll no more on it. It hath made me mad. I say we will have no more marriages. Those that are married already, all but one shall live. The rest shall keep as they are. To a nunnery go. Oh, what a noble mind is here o'erthrown. The courtiers, scholars, soldiers' eye, tongue, sword. The expectancy and rose of the fair state. The glass of fashion, the mold of form. The observed of all observers. Quite down. And I, of ladies most deject and wretched. All right, that's enough for today. Thank you. I just don't like his interpretation. Do you? All right, Ophelia, that was much better. Thank you. Do it that way. On Monday night we open, huh, so get a bit of sleep. Lolly, tomorrow morning please call a word rehearsal, huh? I'll be busy with the technicians. Thank you. Okay, curtains! Schoolvriendin van mij, ons was... Childhood sweethearts. Ja, maar ze is nu getrouwd. Oh. Met de baba. Bad luck. Nonsens. Wat hou je dan van ons partijtje weg? Een vriendin. Ach zo. Aha. Haar naam is Leni. Leni, kom help mij. En hier in huis is alles altijd op zoek. Ek het prachtig nog nooit twee keer mekaar spul in my hele leven gezien. Kijk wie praat. Als jij jou goed op die rechte plek bergen, zal je die altijd krijgen. Maar vrouw, kan je mij niet helpen? Nie. Ik zoek naar mijn das. Daar zijn. Waar? Hoe kom zij je niet zo? Lijkt mij, jouw man is niet weekstaal das. Nee. Maar vandaag is een speciale geleentheid. Kom. Ik ga net gauw voor die baba om. Vertel jij voor haar, man.
Wel, die ding is eindelijk zo. Ik moet gauw stad toe. Ik moet gauw stad toe. Het was lekker voor jou. En dan moet ik tronk toe. Tronk toe? Elke naweek, voor 4 naweken. Nou, oma gestraat het gedink, hy doen my een guns. Maar so kan jy nog in die week jou bezigheid doen. Maar is oor naweke wanneer die kroeg op die bezigste is. Net omdat jy nou en dan die wijnetikette omruil. Ek het in my dag dus levens nog nooit zoiets gedoen nie. Hulle sal my ook nooit vang, ja. Nou, waarvoor is jy dan gestraf? Hy gaan so te keer en jy sal sweer, hy word opgehaald. Ek wil net wet en orde handhaaf. Daar was verlede week een bakleierij in die kroeg en toet Mani die grootste lawaai werd uitgegooid. En daarvoor my rijswater eet. Die blikschotel, hy gaan toe maar sy gaan stamp sy kop tegen 'n boom terwijl hy weer die lucht trek en kaboom! Nou het ek om haar. Ek! Dit was die boom. Die magistraat sê, hierdie dronkies moet een mooi nekjes uitgooi so dat hy nie seer kry nie. Sy moet haar boom laat afkap. Toe maar Mani, die naweek is gauw verby. Ja, en dan is daar nog 3 oor. Ons sal wel regkom. Leni is moes hier om te help. Ach ja, ons is dan van school daar af, so te goeie vriendinne. Ja, maar daar kan baie verkeerd loop. Maar ons is moes hier om op te pas. En wie pas jou op, hè? Vir wie is jy bang? Vir Tony? Ja, daar die toneelspeler. Jy skoon van sport, Mani. Wat sal daar nou tussen ons wees? Dis precies wat ek wil weet. Waarvoor bly jy so lang hier? Het is die beste hotel op die dorp. Hulle open hulle stuk eerst volgende week en dan trek hulle verder. Verder hoe beter. Maar wat het jy teen hom? Ek wens ons het meer mense soos hy wat gereeld hulle rekeninge betaal. Hy maak oogies vir jou. Dis wat? Ons het mekaar op school geken, dis al. Ons was altyd goeie vriende. Jy het hom al gesoen? Ons soene. En jy was by. Ek het hom net gesoen groet omdat ek so bly was om hom na alle jare weer te sien. En jy vergeet dat hy een keer my pa se lewe gered het toe hulle vis gevang het. As hy vir iemand hier wil kom kuier, is dit in elk geval nie by my. Vir wie anders? Vir Leen. Dis nie waar nie. Het jy nog nooit opgemerk dat hy so kom eet dat hy altyd saam met jou aan tafel kan sit? Dink jy regtig so? Natuurlik. En as jy dit by die tyd nog nie opgemerk het, is jy so blind soos 'n mol. En hy is nogal nie onaardig nie. Sien jy nou? Daar's niks om jou oor te bekommer nie. Maar jy sal moet spring as jy betyds in die stad wil wees. Waar bly Basjan dan? Hy kan jou tas dra. Toe maar, ek sal hom gaan roep. Basjan! O ja, voor ek vergeet, ou dokter McDougall het gesê, hy stuur vir ons onderwyser van Johannesburg af, om so 'n bietjie hier te kom herstel. Na ons hotel toe? Ja, die rustige atmosfeer of soiets. Julle moet toch nou nie 'n lawaai maak of te kere gaan nie. Hy ontstel makkelijk. Die kinders het ongelooflik dol gemaak. Op hierdie dooierige plekje gebeur daar nooit iets om jou te ontstel nie. As hy 'n aanval kry, moet jy toch maar gou vir hom McDougall het haal. Oh, gats, 'n senuweeleier, het is net wat ons kort kom. Waar het jy vir dokter McDougall gesien? Nee, ek het hom nog nie ontmoet nie, hy is ons net hier. Het hier die briefie met die bode gestuur. Wat is die man se naam? John Turner, seker Engelsman. Hier sal hy eerste klas uit. Ag, solank ek net eerste klas betaal. Pas aan! Jy het natuurlijk weer geslaap, hè? Basjan! Ja! Wat my taskaartje. Nou ja, tot ziens allemaal. Groet jy nie vir klein Mani? O, so! En wie maak nou vir wie oogies? Gou vrou, ons hou dit in die familie. Ach, kijk, nou het jy vir klein Mani wakker gemaakt. Tot ziens, mooi kijk na alles, hoor. Gedra jou. Waar ek heen gaan, het ek nie ander keuse nie. Laat ek uitkom uit hierdie maal uitsit. Maar sê, en die wijn is amper op. Ons moet nog een paar vijtjes koop of anders. Of anders wat? Of anders moet ons een paar labels van die goeie wijn op een paar borrels boys wijn sê. Nie so hard nie. Ek het in elk geval te groot geskrik vir die politie. Nee, dis maasters een sonnes wat om en na. Nee jong, van nou af gaan ek ordentlike wijn koop. Ordentlike wijn? Just like. Ek gaan oordentlike wijn proe, en ek gaan oordentlike wijn koop, net so draag jy naweek uit die tronk uitkom. Wat maak jy nog hier so? Ek gaan sommer wijn koop na die naweek. Kyk dat jy nie te roekeloos koop nie, hoor. Wil jy nie vir Basjan saamvat? Vir wat? So dat hy kan terug huis toe bestuur. Asseblief, Mani, ek sal het verkies. En wat, waar gaan hy bly terug? Nee, maase, ek sal samen met Pels gaan bly. Gaal jy goed. Morgen.
Dis mos al weer middag, jong. Ek se man wat saans laat werk onthou. Bydien ek was by repetisie toe hy nog geslaap het. Waarheen is die reis? Gaan wyn koop. Jy drink ons alles op wat ons hier het. O, ek doen jou guns daarmee, niemand anders drink dit. Mag wees. Ons sal sien wat dink jy van die nuwe lot. Ah, slegter as jy ou kan dit nie wees nie. Ja? Lekker hy, mense. Pas Jan, sê jy tas in die kar. Tot ziens allemaal. Wacht maar, Boeta. Voor jou zal ik nog krijgen. Wat? Hoe schrik je niet eens? Waarvoor? Voor koude pampoen? Nee, het moest gehoor. Ik maak oogjes veel. Jy het gestaan afluister, ne? Ek kon nie help om te hoor nie. In elk geval, jy is te laat vanmiddag eet. Dis nie wat ek wil hê nie. Maar ek sal gaan kyk. My hart verlang nie na kos. Waarna dan? O, ek wens ek kon jou sê. Sê maar, laat ek hoor waarna jou hart verlang. Ek kan nie, ek sal dit toch nie kry. Wie weet? My hele maaltijd vir soentjie van jou. Dis jou wat vir weet. En wat gaan hier? Wie is hem hy wat weer laf is? Ja, machtig, vrouw, is het zelf. Kom, rand hier sommer op een sitkamerbank aan. Dat is nonsens, dat zijn niet zelfs. Is die hele mans mees ook met een pinkie en dan grijp hier sommer die jylle aan? O, so is dit hoe jy voel, ouwer. My wereld. Dit lyk my die saak is nogal ernstig. Excuus toch. Rechtig, hoor, ek het nie bedoel. Nou ook moes nie bedoel. Maar dat is alles moes reg. Ja. Maar nou is hy weg. Verfakste vrouw, mense. Op jou. Toe jy vir die eerste keer gesien het, het hy amper daar die sigaret van hom met koelkie en al in sy mond gesteek. Regtig? Regtig smoorverlief. Hy is 'n gawe kerel. Ek sou hom vat as ek in jou skoene was. Maar dit hinder my net dat hy toneel speel. As ek net daaraan dink dat hy 'n ander vroumens op die verhoog soen, dan... Hy het nog 'n goeie plaas geërf. En nou verhuur hy dit? Ja. Jy moet net jou kaarte reg speel, dan word jy nog boervrou op daai plaas. Hy sal die toneelspelery vir jou los. Mansmense wat verlief is, is idioote. En dan is het ons vroumense se kans om hulle iets verstandigs te laat doen. Mens kan altijd probeer. Ag, dinge sal sommer vanself reg. Kom, jy sal sien. Sarah, klein man, ek se gou rukkie na hom gaan kyk. Ek moet seker kinders begin gewoon trak, of nie? Goeie afternoon. Goeie agtermiddag. Ek is die nuwe dokter McDougall. Wie is jou, jy lekker ding? Good afternoon, dokter. Mrs. van Leeuwen, she's in there. Is dat bonnie doen, las? She won't have any difficulty in producing more bills than the government needs. Yes. Good afternoon, Doctor. You always seem to arrive and my husband has just left. Aye, well, where is he the rule? Gone to buy wine. Oh, is that a fact? Aye, well, he'll be back soon, then. No, he'll be gone the weekend and Monday, too. Oh, he's rather thorough, isn't he? You know, it takes time. Aye. Oh, I understand. Perfectly. Hey, well, I came here to tell you that your new guest, Mr. Turner, will be here today or tomorrow. Oh, well, his rooms are ready in any case. That's marvellous. And you'll see that he gets enough peace and quiet. There's more than enough of that around here. Oh, is that a fact? Aye, I'm surprised with such a pretty hostess. Oh, I'm not at all as pretty as that. Oh, I cannot wait to examine you. When you're ill, I mean. Sore throat or a wee bit of temperature. I tuck your body wee face between my hands and I tuck a look into your deep blue eyes. Alida, ek wil net... Your pupils appear to be quite normal, Mrs. van der Venter. There's nothing to be worried about. Are you feeling nervous? Are you worried about something? No pills. A cold compress might help. You're the one that needs a cold compress. Great sense of humor.
I'll be back again tomorrow. Just to see that nervous breakdown I sent you. Cheery bye. Is dit nou die nieuwe dokter? Vatterige vriend. Oh, hij lijkt me zo vreselijk niet. Is hier dan ziek? Hij probeert om mij te scoren. Net om een beetje geld te maken. Ik twijfel of het geld is wat hij wil. Ik lust voor een lang bier. Bring voor meneer Roo een bier, Jonas. Ja, missus. Mijn naam is Blitz. En jouw naam is Harmans Drup, is het bij Leni kom. Hoe kom je zo stadig? Ach, elke moet nog op zijn manier zijn gang gaan. En die klein drakensteen maakt al die pijnste wijn. Die komt op Bastana. Asta gasin al nie, asta rachasin al nie. Die komt op Bastana. Ons rijdt naar die wijntoe, daar gaat ons wijntoe. Ik kom op Bastana. Hasta gezin al niet, stara gezicht al niet. Ik kom op Bastana. Mazen? Hoe kom ik Mazen dan zo zet? Jong, denk je ik is op mijn honeymoon? Ik ga dronken. Maar dat is te erg, is net voor die naweek. Dienstwillig, met plezier, die bier. Dank je, wil je nu ook eens drinken? Nee, dank je, Tony. Gezondheid. Dank je, zelf hier. Je wordt daarom zelf ook bij die dag mooier, Alida. Ach, je, de man is ook allemaal die cellen. Skaars er die dokter opgehaald of jij begint? Ik moest destijds al mee getrouwd. Toen ons nog op school gekeken was. Nou moet je maar mijn beste vriendin krijgen. Zo'n leuke meisje daar. Maar dat betekent misschien dat ik niet meer naar jou kan kijken. Het lijkt me je wil ons al twee gelijk hè. Oh, heaven remembered constant, you were perfect. Shakespeare, old girl. Wacht, ik heb voor jou iets gebracht om voor jou te wijzen. Program, je moet maar zien hoe lijkt mijn naam dan. Hoe kom los jij niet die toneelspeler aan die Tony? Het is zomaar boog. Ja, Lida, je maakt een fout. Toneelspeler is een belangrijke taak. Ik meen, waar anders gaan de gemeenschap zijn speelbeeld zien als op je verhoog? Ja, maar een rechte man moet moest werken. Nee, doen toneelspelers niet werk, nee. Ik zie jou een nacht theater toe meteen. O ja, alsjeblieft. Dan zal je zien dat het niet alles zo romantisch is, niet is harde werk. Hier is die pruik wat je wil zien. Het is moest vreselijk in die mode die is daar. Hoe lijk ik voor jou met die ene? Schrikkelijke gollywalk op wielen. En ik? Go, go. Ik zie die ding op waar ik Hamlet speel. Kijk. Twin nunnery, go! Nee, wat? Dan is ik liever dood als in die moeder. Och, het is ek nog hier die brief klaar gelezen. Ik heb een van jou nooiens. Ik kijk zelf naar die handschrift. O, machtig. Het sê my oom. Ja, toe maar, ek ken daar die soort ooms. Is hy misschien blond? O, is recht oom, my spankop. O ja, hier staan sy naam, Pieter Roo. O, jimmelkie, help my. Wat het gebeur? En nog niks, maar dit gaan een mooie grap af. Wat? Oh, die ongeluk draai my bloot. Is hy dood? Ek wens hy was. Nou ja. Is baie erger, ek kom hier naartoe. Oeh, nou ja. Maar ik hoop om al zijn geld hier nog te erf. Nou ja, wat maar hy gaan my onterf. Hoe kom? Wat heb ik gedoen om dit te verdienen? Hoe lang blijft man weg? Die naweek en dan gaan hy nog wijn koop. Dan zal het uitwerk. Wat? Ik heb jou pa se leven gered. Nu kan je mij terugbetaal. Als je mij niet helpt, dan is het uiting gedaan met die 50.000 rand wat ik hoop om van mijn oom te erf. Jy praat een raaisel, Tony. Alsjeblieft, moet nie my in die steek laat nie. Wat moet ik doen? Kijk, ik moet 3 dagen lang baas van hierdie hotel wees. Ja, en wat nog? En jy moet my vrou wees. Jy dink seker ek's mal. Wag nou, Olida, jy kan my broer Paul se vrou wees. Jy weet mos my tweelingbroer. Kyk, ek het 'n tweelingbroer, Paul, wat 'n bietjie mallerig is. Ek kyk so. Wat 'n goeie hotel hierdie. Is daar plek vir 5 katte en 5 kinders? Tony, wat op die is aarde? Wacht nou, jy sien, ek het vir my oom geskryf, Paul is getrouwd met 'n meisie wat lyk nie sê. Nee, is ek? Ja, ek het self dan nog 'n vrou en 'n kind nodig. Ek weet, ek vat sommer jou baba. Ek het eindelijk vir my oom geskryf, my baba is 'n dogtertjie, maar hy sal seker nie so mooi oplet nie. En hy vrouselik, sê ek iewers op die dorp te leene kry. Tony, moet ek nie iewers vir dokter McDougall laat kom nie? Wat denk jy regtig, hy sal sy vrou vir my leen? Hy is nie getrouwd nie. O, een van daai. Maar ek moet 'n vrou kry, ek het vir my oom geskryf. Jy het 'n vrou? Nee, ek het nie. Maar hy dink ek, verstaan jy nie? Nee. Sal ek nie maar liewer sy dokter laat kom nie.
Toe maar, Alida, ik weet wat ik praat. Kijk, toen mijn oom gehoor het ek gaan toneelspeel, het hy gedreig om my te onterf, as ek dit nie dadelijk los nie. Nou, hy sê toneelspeel is spieren, duivelskunste en het werk vir die kinders van Satan. O, en hy wil hy, jy moet ordentlik wees en een vrou vat. Jy sien, ek het al op school gesê, jy is nie dom nie. Ja, toe skryf ek vol my, ek het hier die hotel oorgeneem. O ja, en wat nog? Dat ek geld nodig het om een ster of twee vir die hotel te kry. Ek behoort jou te slaan, dat jy sterretjies sien. Hy het seker gestuur. Ja, hy was blij dat ek so vinnig vooruit gaan, van dat ek die verhoog vaarwel gesê het. Maar ek moes jou linkie vertel, maar Pieter het my daartoe gedwong. Maar wat? Hy laat weet toe later dat ek niks meer van hom sal kry voor ek nie getrouwd is nie. Dit is een gemorsum, wat maak jy toe? Maar ek trouw toe. En een rukkie later het ons dochterkie. Nou nie rechtig nie, speel. Maar dit is mos bedrog, Tony. Wat sou jy doen, Alida? Ek is lief van my werk en my oom Pieter wil my dwing om iets anders te doen voor ek als die skatte erf. Een mens moet soms leens vertel. En die hotel en die vrou en die baba is jou leens? Nee, dit het nie daar geëindig nie. Die geld so lekker instroom, het ek my tweelingbroer Paul, wat in Suidwesboer ook so speel hier by die hotel het kom inwoon. Hy en sy vrou. Ek maak Paul toe malerig, so dat hy nie kan werk nie en dat ek vir hulle open sal. Maar jy kan daarom maar vreselik stories sprak sien. Ja, maar dit was die laaste. Ek het vir hom Pieter gesê, as hy my 1000 rand stuur, plaak hom nooit weer nie. Ek het gister die check ontvang. Ek kon nie anders nie. Ja, nou? Nou wil hy my hotel kom sien, en my vrou, en my kind, en Paul... En Paul's vrou. Janie, dis een hele deur mekaar spul. Wonder daarom net wat Mani alles van jou story sal sê.
Het is maandagochtend. Je moet mij niet eenvoudig helpen. Dan zal mijn oom die hele box om daar zien wat hij wil zien. Maar wat van jouw broer Paul in Zuidwees? Maar ik moest mijn eetwillingbroer. Wat? Maar hoe kom ik een toneelspeler? Wie kan nu meer zoals ik lijk als ik zelf? Wil jij dan maken alsof je jouw eigen broer is? Baie makkelijk, kijk. Dag, oom Pieter. Hoe staan zaken met oom? Zeker. Goed. Hoe weet jij dat? Dag, zei oom Pieter. Nee, ons gezels sommer zo oor oom en toe zei ik... Ja, ik het gehoor. Die is zeker mijn neef Paul. Ja, oom, vat zo oom. En dus nou jouw lieve vrouwkie die. Ja, oom Pieter, blij te kennen, oom. Zoen jy nie vir oom Pieter wat vir ons so baie geld gestuur het, nie? Ja, natuurlijk. Baie dankie, oom Pieter, het het baie aandag ingekom. Dis nou vragies een oulike vroukie die. Het jy haar in Suidwes achter een duin uitgeskop? Nee, oom, sy was maar daar en ek was daar en sien oom. Ja, en toe was julle al twee daar. Ja. Maar, waar is Tony? Tony, Tony, waar is jy? Paul, jy weet mos Tony is buite besig. Hoekom gaan sê jy nie vir hom om Pieter is hier nie? En toe, hoe is die lewe daar in Suidwes? Warm, om Pieter, baie warm. Ja, nee, daarom lekker koel hier. Ja, ja, lekker koel. Sprechen Sie Deutsch? Excuse? Nee, toe maar, ik heb het gedoe. Hulle praat ons Duits daar in Zuidwest. Ja, maar nie ek nie. Nee, ek sien so. Ah, daar is julle. Maar ek gewoon, Pieter, is goed om hom weer te zien. Goed om jou weer te zien, my seun. Dit is baie jaar. Maar waar is jou vrou? Ach, ek het skoonvlaar vergeet. Een sê niks, ander een vergeet alles, en die derde een het een paar skroefies las. Oh, daar is hulle. Wie? Waar? Hier. O ja, daar is hulle. Miskien. Bij om jou uiteindelijk te ontmoet, toen heb jy al so baie van jou geskryf. Hou op, en wat gaan hier aan? Wat het jy geskryf? Brief, jy weet, geskryf, pen en ink. En dis nou julle klein ding daar, hè? Veel geluk, Tony. Ramkat. Wie is jou, Jan? Bly stil, Leni, wees vir hom Pietrie kleinkie dat ek kan sien. Ah, kyk nou net die liewe ou dingetjie. Is hy nie wonderlik nie. Ek hoop net sy nie verstand as haar ouers as hy eendag groot word. Vat gauw. As sy in Suidwes sou kom, is dit klaar met die droogte. Ek moet vir jou en Paul geluk wens. Ha, julle darm twee mooi vrouens getrou. Ek? Getrou? En met wie nogal? Liewe wereld, het jy ook al dan skoon vergeet? Sommige grapjes, oom Pieter. Wil oom Pieter nie gaan uitpak? Ja. Ach, Alida, wees vir oom Pieter sy kamer asseblief.
Nee, is voor my seun. Hoe oud is hy? 6. O, maar dan is hy nie die regte ouderdom vir hierdie. Maande. 6? My seun is 6 maande. Wat dan hiervan, meneer? Dis toch recht vir 'n baba. Is die ding nie bietjie te groot nie? Nee, Maasda, dit moet groot wees. Die baba word mos groot. Nou, goed dan. R25. Nee, moet niet toedraai, ons is haastig. Ik laat niet meer wat alles gaan doen. Alsjeblieft, Leni, ik zal later alles voor je verduidelijk. Ach, Leni, je ziet net een klein beetje van mij omgeven. Wat wil je dan niet? Je is net 3 dagen mijn vrouw. Jouw vrouw? Jij hoort mij zeker vrij gek. Leni, het is net zo lang om Pieter hier is. We en onthou, Mani en Alida's baba is veronderstel om ons baba te wees. Is dit al? Net voor 3 dagen? Ja, net voor 3 dagen. Sal je, Leni? Nou goed, op 1 voorwaarde. Wat is dit? Nee, dit zeker eerst voor z'n betaalje voorbij. Ja, maar ik kom ons hier zomaar. Maar jylle, ek moet zomaar. Goed, goed, op jou voorwaarde, 3 dagen man en vrou. Net zolang jy om Pieter ons kan zien. Ek zorg net dat hulle vir om Pieter een goeie plekje in die eetkamer hou. Dank je, Alida. Lijkt my jylle skoonsister ken die plek daarom goed, ne? Ja, sê, help ons al van het hier gekom het. Ja, nee. Ek moet sê, ek hou van die hotelletjie. Achter mekaar. Tony, krijg mens misschien iets te drinken? Wat zal het wees? Een glas bier. Nee, wat? Hier drinkt mens maar eens wijn. Bring mij een botteltje. Jonas, een bottel wijn. Meneer Nederburg? Nee, van Tonnenburg. Ik kom wijnproe, ik is hotel-eenaar. Oh, gaaf. Hier die was een bijzondere jaar. En probeer gerust van hier die ene. Ach, je toch voor mijn bottle, Joep. Je moet niet slikken, je moet uitspoegen. Als een mens wijnproe, dan slik je niet. Nee, maar ze gaan maar spoeg. Ik zal slik. Hier die joep, is die spoegwijn nie. Is drinkwijn nie. Nee, ik moet zeggen, ik hou van die plek. Ik is overlus en blij 2 weken. 2 weken? Maar jullie dan die plek nie? Nee, natuurlijk nie. Ik het net nie geweet om Pieter het so baie tyd nie. Voor jou en jou familie, Tony, altijd. Ik het maar van naweek geskryf, geval ik nie van die plek gehou het nie. Nou ja, gezondheid en rondheid, mooie meisjes in die blomtijd, en drink jullie dan niet samen, nie? Nee, dank je. Gezondheid. Dank je.
Maar nee, jou sien, dis nie elkeen wat ek hierdie wyn van laat proef nie. Dis my plaas is poch. Maar moet daarom sê, dis is nie ek wat die wyn maak nie. Van na die oorlog het ek die Italiaanse voorman op die plaas. Dink ek hoor hom daar. Giuseppe! Hy kom. Jy moet hom hoor sing. Giuseppe, hier is iemand wat jou graag wil ontmoet. Blij om jy te kennen. Aangenaam. Jy kan die boerentaal slaan, hè? Speel vir ons iets hier, jong. Goed. In Afrikaans? Hey! Oud chappie, ons hoop net dat die ouwens op die verhoog jou nie sien nie. Wat is waar nie? Keer dat laatste die van... Pieter, ek en my vrou Leni hier, en Alida en Paul, sal hierdie dag nooit vergeet nie. Dit was 'n verskriklike verrassing. Verskriklik plesierig natuurlik. En nou dat oom besluit het om wel 2 weke te bly, wat kan ons nog sê? Ons kan maar net sê, lank sal hy lewe. Dis nie aldag dat ryk oom hoor dat sy neefie wil hê, hy moet lank leef nie. Hierdie 14 dae sal so gauw omgaan, dat ek sommer nog 1 week of 2 wil bly. As oom dit doen, kry ons allemaal 'n hartaanval. Huh? Vreugde natuurlijk, oom Pieter. Vreugde. Dankie, my seun. Dankie. Maar Tony, waar is daar die tweelingbroer van jou? Hy moet maar saam met ons aan tafel te wees. Ja, natuurlijk, om Pieter is reg. Die kerel het ook geen maniere nie. Ja, maar waar is hy? Ek het al so hard probeer om 'n bietjie maniere te leer. Ek wil weet, waar is Paul? Is alles verniet, hy wil net nie hoor nie. Dis jy wat nie wil hoor nie. Waar is Paul? Ek weet nie, waar is Paul? Maar ek weet nie, waar is Paul? Nee, ek weet nie. Weet oom dan nie? Oom wil weet waar Paul is. Hoekom sê jy nie vir hom nie, hy is jou broer. Hy is jou man. Wel, een ding is seker, hy is nie hier nie. Maar kom nie. Ons het stry gekry, dis hoekom Paul nie gekom het nie. Hoekom? Omdat, Tony, sê jy vir oom Pieter hoekom Paul nie gekom het? Nou, hoe sal ek weet? Ek moes vir jou vertel. Vir my? Natuurlik. Ek het seker vergeet. Julle sal nog enig julle koppe iewers vergeet as het so aangaan. As jy nie nou praat nie, sal ek. O ja, nou val het my by
Paul wil graag gezien keer. En Alida, haar dochterkie. Simpel, spul. Breng hem hier, Tony, ek sal met hom praat. Wat kom gaan al? Wie anders? Natuurlijk. Ik hoop ek kry hom. Dat is hem een lichtstraalkie in die helse gemors en dit so dat Manny gelukkig achter slot en grendel zit. Je moet wakker worden, jongens, is nou bij die huis. Mijn oude vrouw zal haar oor nie geloos ek haar bij die huis aankom. Jij en Tony strijd zeker nooit over zulke simpel dingen nie. Nee, oom, nog nooit, nee. Ah, mens moet vak wat je krijg, zeg ik altijd. Ik wil altijd een dochter gehad het. Mijn oude vrouw is zoon. En toen? Toen niks. En nou erf Tony al mijn geld. Nou, mensen. Jij behoort jou te schamen om zo met jouw vrouw te strijden. Dat heeft hij eerst met mij gestrijd. En waarom nogal? Omdat ik zei, Lene, het is zulke mooie oor. Oh, jij vrij nu zonder naar je broerse vrouw ook. Alida, ga je dat toelaten? Ja, nee. Oom is doodreg. Wat is nodig om zo hard te slaan? Het is alles jouw eigen schuld. Ik kan vanavond op die zolder slapen. Kijk nou net hoe onredelijk is hij, oom Pieter. Ik zal met hom moet gaan praten. Jij en Tony, jullie verstaan elkaar zeker dan beter, hè? Ja, ik verstaan hem maar al te goed. Hé, hey, oom Pieter al verpoog gekregen? Ja, maar hij is al klaar weer weg. Guts, het lijkt me heel blij om opzettelijk onder oom zijn oor. Ik zou jullie twee graag daarom samen wil zien. Ik denk amper niet, ik zou dat recht doen. Tony, er is nog iets wat ik je wil vragen. Wat is dit? Jij hebt van mij geschreven dat jouw baba een dochter is. Ja. Ik heb gekeken toen Leni net naar die baba gebad heeft. Ze zien. Zeker maar half gekeken, oom Pieter. Kijk, op mijn ouderdom zal ik daarom die klein verschil beginnen kennen. Ik zeg van om daar eens zien als een meisje. Nou, loop haar maar eens kijken. Kom je nou gaan al niet? Is een verkoukerij. Zie, jij zei zelf te zeggen, hé, daar die dochter is een zoon. Ja, oom is recht. Nou ja, maar jij hebt van mij geschreven. Ja, maar toen ik geschreven had, was het nog een meisje. Wat? Die meisje het eerst later een zoon geworden. Je scheer nu die gek met mij. Nee, rechtig, oom Pieter. Ons moest een kleine operatie laten doen. Die dokter heeft gezegd, dat is die enigste geval wat hij nog gezien heeft. Ons is toen maar stil gebleven dat het niet in de couranten komt. Je weet wat het gebeurt met die oorplantings. Is het al van snaakse dingen gehoord op jullie wereld? Maar op daar die gebied is ons eenvoudig ver voor. Wanneer heb je dit achtergekomen? Wat, oom Pieter? Dat jouw dochter een zoon geworden is. Wat? Maand geleden, ontstellen nog bij je bedaarling. Ja, ik moest het eenvoudig aanvaarden. Ja, dat maakt niet zo vreselijk zaak, niet. Zoiets brengt twee mensen net nader bij elkaar, nee. Ja, is waar, oom Pieter. Of hoe, Leni? Jezus, wat heb je zomaar zo voor vreemde mensen? Vreemde mensen? Maar je moest iets kant te wezen voor oom Pieter, niet? Nee, ik is niet. Ja? Ik is nog niet klaar, nee. Hij is een plezier om zo bij je liefde te zien. Nee, is een plezier. Hou daar op met jouw lafigheid, man. Jenny, lijkt me eens een beetje afgemaakt. Nonsens, oom. Doe maar, moet niet dat ik jullie plan, he. Ik ga nog een beetje hier zitten en lees. Ja, kom, Lenny. Slaap eens tijd. Is jij mal? Smaak ons maar niet zo. Ik ga net mijn boek in die kamer halen. Waar slaap jullie? O, hier is mijn kamer. Lekker. Maar slaap lekker, jullie twee. Wat doen we nu? Als jij denkt dat ik ga doen wat jouw oom denkt, dan...
sitkamer toe. Nou toe, spring. Huh? Ek glo net sal daar deurkom, Lili. Dan uit by die deur. Waar hy my dadelijk sal sien. En nou? Gaan sit daar ver van my af. Wil jy graag weet wat daar die voorwaarde van my is? Voorwaarde? O, toe ek sê jy moet samenspeel. Wat is dit? Jy is in die pekel, Tony. As ek jou nou los en sê ek wil nie meer nie. Ach nee, dit kan jy nooit doen nie. Dit natuurlijk kan ek as jy nie maak soos ek sê nie. Nou moet ek maak. Gaan gee ons geboeie op by die predikant. Lenie, wil jy ons met trou? Ja, donkel. Ek het regtig niks dat teen dat jy vir my oogies maak nie. Maar ek is net bang, jy kom nie verder nie. Is dit jou voorwaarde? Nee, dit. Niks meer. Dank dat jy my vraag. En nou moet jy maak die hier uitkom. Regtig? Alla, wereld kerre, waarin ga jy nou? Van my vrou het my uitgegooi. Dis die streierigste familie wat ek ken. Wat het dan nou gebeur? Ja, oom Pieter, kyk, dis nou so. Praat man, ons is al twee groot mense. Leni sê, sy wil nog 'n kind hê, ek sê nie, ons kan nie nog een bekostig nie. Is dit al? Kom saam met my. Wat nou, oom Pieter? As ek sê, jy kan het bekostig, dan kan jy. Die dag as daar die baba gebore word, stuur ek vir jou 5000 rand. Loop sê vir Leni. 5000 rand? Leni! 5000? Hoe durf jy? Uit is jy. Leni, nee, ek moet mee op plaat. Niks meer nie, jy moet hier uit. Ek skaam my mors dood. Loop al twee hier uit. Moet nie nonsens praat nie. Ek is 'n ou man en Tony sien ook niks wat hy nog nie van tevore afgesien het nie. Ek kom jou net sê, alles is in die hak. Wat is? As die tweede kind aankom, stuur ek vir julle 5000 rand. En Tony reken julle kan het doen vir 5000 rand. Of hoe? O, makkelijk, oom Pieter, baie makkelijk. Waarvan praat julle alweer? Van die baba wat jy wil hê en wat hy nie wil hê nie. Wie weet, ons het nou net daaroor gestry. Ons kan ons nie. Maar niks nie. Vir 5000 rand sal julle wel kan.
Aangename nachtrus, jullie twee. Good evening to you. I'm glad to meet you at last. Who are you? The new doctor you ken. Every time I come here, I meet your charming wee wife. My wife? Aye, charming. Absolutely charming. I must congratulate you on your good taste. My vrouw. Oh, really? Thank you. What do you want? Aye, well, I thought I'd come round to make your acquaintance, you know, to pass the time of day. Well, that's past. Good night now. Aye, for a hotel owner, you're awful uncooperative, aren't you? I am the man that brought you some business. I am not the owner. Is that a fact? Who are ye? I am the owner's uncle. Good night now. Aye, well, I'm very glad to meet you just the same. Mind you, I'd be very surprised that a bonny wee lass like that should be married to an old piece of biltong like yourself. I'll have you know. Don't fuss yourself. Tell me what you know about a nervous breakdown coming down from Johannesburg. Nervous breakdown? Aye. Here. Who's going to have it? Oh, no, he's had it. He's recuperating the new. Who? This case that was sent me. Look, this is your nephew's business. He's coming here. Aye. What's wrong with him? Oh, overwork and extreme nervousness. Well, nothing serious. I just need a bit of peace and quiet, that's all. Is he right in the head? Oh, aye. And if he isn't, call for me. Aye, maybe come down on the night train, so inform your nephew not to upset him. Aye, that's very important. Anything else? Aye, well, I thought it may be a wee drubby scotch, man. Aye, well, I'll buy me ain. Good night, dear. It's not Tony what I will hear, eh? You old blokskottel. It's Tony's a vrouw what I will hear. Je weet, Tony. Ik verstaan nooit waar je story zo vannacht uitkrapt. Hoe kon je nou zo gauw je duim zegt dat is oor nog een kunstenaar is, is nog niet eens in het, nie? Ach, mens leer maar vinnig dings je toneelspel. Ja. Gaan je dit uitkos als ons eerst getrouwd is? Hoe kom? Hinder het je? Ja. Al die dat wij gesê, jy het een plaas, hoe kom gaan boer ons nie? Enig iemand kan boer. Daar is min mense wat kan toneelspel. Of liever, daar is min mense wat die talent daarvoor het. En as jy die talent ontvang het, dan is het jou plig om dit te gebruik. Of hoe? En buitendien is ek lief daarvoor. Amper net so lief soos vir jou. Enekie, dan gaan ek kyk vir Pieter al slaap. Weg is jy. Slaap? Ek is nou so helder wakker soos landlaas. Ek gaan so 'n bietjie in die tuin sit. Mag ek kom ook? Dis eintlik te vroeg om aan die bed te wees. Jy gaan nie weer saam by wen, broer nie. Jy kan nie eens reg oploop nie. Hierdie uit jy op nie. Hey.
Jay gaat nooit meer samen ons wijn proeven. Jay gaat gelijk niet. Loopie. En jij is het hier. Dit is weer gezien wat. Zeker. Ja, mazen, dat is al waard, ja. Dat is al waard. Ik wonder of hij nu al slaapt. Zij zal zeker blij zijn om mij te zien. Mazen, ik heb honger. Ga zien wat dat kost is. Oké, wat je. Als dat gaat zien, nou nee. Staar dat gaat zien, gauw niet. Ik kom. Basmani? Basmani? Chaslai? Dat is iemand zit aan het slaan? Kan je mooi zien, ik ga zitten aan die lucht. Prachtig. Is het niet elke burglar niet? Lijkt niet mee iets geburgeld niet. Misschien is het iemand wat vergiet het om huis toe te gaan. Weet je wie dit is? Hoe kan dat niet weten? Ik kom daar niet in. Het is die oude van Johannesburg, die zien we leer. Dat is hij. Charles Light. Dan is hij zien we zeker klaar. Laat hij zitten in de stoel en slapen in plaats van die bed. Ik zal hem zeker in die bed moeten zitten. Mazen, ik ga nu eerst eten. Ik zal jou zeker voorzichtig moet wakker maken. Als ik zo'n bikkie water op zijn kop gooi, zal hij dan denk dat het erin. Goedenavond, meneer. Lekker geslapen. Die man is mal. Meneer, het zeker met die nachttrein gekomen. Nachttrein? Nachttrein? Wie zei zo? Wel, die dokter het van mij gezegd dat... Die dokter? Onderwijzer? Nou, ik verstaan. Ja, ja, aangename kennis. Ik is die hotelbaas ook. Oh, die malle. Meneer, kom eens gaan slapen. Morgen zal je zeker weten wie je is. Maar weet hij dan al waar je moet gaan slapen? Tuurlijk, de jongen is man. Ja, maar dan is het goed. Anders had ik een van mijn twee neefjes gaan roepen. Voor wie wil ik gaan roepen? Voor Tony of voor Paul? Meneer, als ik hier is, dat ik nou gaan slapen. Het is al laat. Niemand zei van mij hoe laat ik moet gaan slapen, nee? Nee, natuurlijk niet. Ik heb net gedacht, je hebt een beetje rust nodig. Nee, u moet liever gaan rust. Maar als u misschien iets wil eten, haal ik gauw die hotelbaas. Wie? Ik is die baas hier. Nee, meneer, jij verbeel je net. Mijn neef is die baas. Maak met eens die ek is. Luister, loop slaap nu. Dan vraag je morgen die baas zijn broer. Ek het een broer? Wie praat van jou? Die hotelbaas heeft een tweelingbroer uit Zuidwest. Hij was zo mal als een haas. Al zijn schroefjes is los. Nee, wacht meneer. Ons houden op dans hier om elkaar en ons gaan slapen. Maar weet je rechtig waar jouw kamer is? Tuurlijk. Het is kamer 14. Het is Poolse vrouwse kamer. Ik zal die idioot moeten gaan keren. Jij mag mal wees, maar zo bevoeterd niet. Je kan niet zomaar in een vreemde vrouw in zijn slaapkamer instappen, hè? Dat is mijn slaapkamer. Dat zal die dekselse donderdag wees. Vlug! Dat is een mistake. Dat is niet mijn slaapkamer. Ik ga je doppelen. Je doet slaap in je zitkamer toen je bij je positieve komt. Stapel gek, die ouwe. Nee. Enkele dag onder diezelfde dak samen doen. Hij moet morgen zijn rekening betalen. Wat zei jij? Tony! Wat ben je?
maak jij hier? Het jy ontsnap? Waar is Tony? Jy het hom verwag. Jy is van jou kop af. Ek het mos gesê hy moet nie inkom nie. Ja, maar jy het dit te vriendelik gesê. Maar hy is mos 'n goeie vriend. Maar gaan jy my nie voorstel aan jou maatjie hier langs jou nie? Sommere present vir die baba. Ek was so bly toe ek uitgekom het. Ja, waar kom jy die tyd vandaan? Dis Sand het iets gepraat van Amnesty en toe se ek los. Is jy nie bly nie? Alla wereld, jy daar maar vreselik draaie deur die wingerd geloop. Maar mens koop ook nie wyn en kom terug en ruik na hulle ventel nie. Ek het gedacht, jy sal ten minste bly wees as ek terug is. Ja, baie. Jy kon nie op 'n beter tyd teruggekom het nie. Oh, ek het geweet, jy het my nodig. Ek het al met jou senuweeleier ook gepraat. Jy het, werkelijk. Ons gaan nog ons hande vol heen met hom. Ja? Hy is so mal soos 'n haas. Weet jy wat vertel hy my? Hy praat van sy neefies. Een is Tony en die andere se naam is Paul. Is dit? Is geen grap nie. Ons man net maak wat hy sê en wat hy doen, dit is alles reg. Ja, natuurlijk. Maar waar is hy nou? Ja. Ja. Sal jy nou vrijdag by Paul se vrou probeer inkruip? Marmani, wat? Toe maar. Ek sal hom alleen hanteer, lyk my nie over een moord pleeg. Sal ouwens, as jy hoort mens met een koevoet buiten rug. Jy sal hom al weg. Ek wil nie gesê, jy moet gaan slaap nie, wat te erg is te erg. Wacht, David, man, dis my vrou daar. Dit is my neef Paul se vrou. Ja, ek sê. Moet nie my nog steek praat nie, anders word ek rechtig kwaad. Goeie, raak nou skoon van sy wijsie af. Jy sal hom al weg. Natuurlijk, ek is recht. Ek is redelik en mens. Heel redelik. Maar die man moet nie met my kom verder nie. Redelik. Anders word ek sommer opgewonde. Ek kan dit sien. En ek vraag jou nou mooi. Is dit reg om by 'n ander man se vrou te wil slaap? Nee, is nie reg nie. Nou ja, los haar dan uit. Gaan slaap nou. En moet nie dat ek jou weer daar vang nie. Toe, terug, sit maar met toe. Wat soek jy hier? Moet nie jy met my nek nie. Dis my hotel. Ek is vrygelaten, ek het die volste reg om hier te wees. Ja, natuurlijk. Die hele hotel is vol mal mense. Hulle dwaal hier rond soos spook in die nacht. Waar dwaal julle rond? Ek en Lili was... Ons was net gauw in... Ek en Lili het besluit om verloof te raak. Verloof? Ek hoop julle weet wat julle doen. Dit gaan nou dollar as kop af. Net morgen gaan ek die dokter van die oubaas hier weg te vat. Wat die oubaas? Die een wat nou net hier voorbij is. Weet julle wie hy is? Zou mal senuweeleier. Ek is dors, gaan het opsoek. Tony, is dit jy? Ja. Weet julle wie dit was? Wie, daar die ou wat nou hier uit is. Dis daai mal ou senuweeleier. Weed up his spirit every day, keeps the doctor from the doctor away. Good morning, dear. Morning, can I help you? I'm the doctor. Are you the owner of the hotel? That's right, that's me. Pleased to meet you, glass doctor. You've come at the right time. Aye, well, I hope that body wee wife of yours isn't poorly. No, it's that nervous bloke you recommended to us. Oh, he's all right, has he? As far as I'm concerned, he can go again. It's that a fact. I was only speaking about him yesterday to your uncle. That's not my uncle. Oh, that's what he said. Surely you don't believe anything that every crackpot tells you? Oh, you mean, That bloke who told you he was my uncle, he is your nervous patient. Tell me more. Well, in the first place, he thinks he's my uncle. And then he tells me I've got a brother whose name is Paul, who's in fact married to my wife. I don't have a brother, and certainly not one that's married to my wife. Go on. He actually chased me out of my wife's room. Oh, is that a fact? Typical. Violent tendencies mean patches of softness in cerebrum and possible lesions. Soft in the brain. Soft?
He's got no brains left. Is that a fact? Ah, well, I'd like to see my patient as soon as possible. You'd be surprised at the wonders that we worked with these. Oh, what's that? A scalpel. The greatest invention that the... Feel it, how sharp it is. Vrachta. It cuts anything. Have you got something on you that I can show you with? I still got my appendix. Is that a fact? But what I meant was... No, ma'am. Rather you show me on your patient. It's a wee miracle. For your patient, you need a bloody miracle. Good morning, Doctor. Oh, so you're there, are you? I was just coming to see the new. Do you know who that is, Doctor? That's your patient. Is that a fact? I've never seen such an idiot. He thinks he owns the place. There's something going on here I didn't understand. Is that a fact? Is he? Say, he might be right. He might be right. What are you looking at me for? Don't worry. I'll just take a wee look at your pupils. What's good so many hearing you do this? Hey, quite normal. No, who are you really? I told you I'm the owner of the hotel. You're quite sure of that, are you? Now, look here. And if I told you that you were not... Then you're as mad as your own damn patient. Maza, one of the mense gesê dat... Baja! Vertel jy hierdie simpel skot wie ek is. Weet my Maza dan nie? That proves it. Hoe nou? Who is this man? Is die Maza dan blind? Dis Mari van Dieventer natuurlijk. Het is recht, Bajan, vertel jong. Sê my, wat wil jy gehad het? Nee, maas, ek nou wil net gaan weet het, die nieuwe wijn wat ons gaan koop het, wanneer kom het al die anders op? Nee, dit kom in die trein, is jy dan alweer dors? Nee, maas, ek is die dors, jy is net laat my kiel een beetje droeg is. Ah, ah, want dat is een relief. At least we know who you are now. What do you mean we? I've always been pretty sure. Is that a fact? Ah, oh, well, it was just a wee misunderstanding. Ah, well, I better see my patient immediately. I must think of some treatment for him. You'll be surprised when you see him again, that I promise you. Nothing can surprise me. Anyway, you can't make him into a bigger idiot than he is. Ha! Got you. Got me? What the devil do you mean? Now, you just stay where you are. I've got a few things to say to you. Like what? You are not the man you think you are. Is that so? And who do I think I am? By the way, I'll tell you. No, as a young lady, were you ever very ill? Oh, I broke my leg once. Is that all? It's enough, thank you. Then I had a toothache. That's no illness, that's carelessness. Nothing else? Indigestion. Gluttony. Nothing else? Look, would you like me to have caught Hong Kong flu just to please you? Yeah, didn't they perhaps fall in your heat? No. Do I look like a nutcase to you? Man, you're extremely disturbed. I'll just have a look at your eyes. Thank you. Excuse me. Uh-huh. Anything wrong? Strange. There must be something wrong. Your pupils are normal. Should they be abnormal? Delayed action. That bad? It isn't good. No, who old are you? I'll be 65 in October. That's not correct. You're only 58. 65? Your doctor wrote me 58. My doctor? Do you know him? Aye, he's a friend of mine, and he asked me to keep an eye on you. He never said anything to me. Ah, professional secrets, you can. Professional secrets. I'll just have a look at your head again. I thought so. There's a definite soft spot here. Verdomme genoeg! This is ridiculous. There's absolutely nothing wrong with me. Who said there was? You, else what are you messing around for? You're imagining things, the same as you imagine that you're the hotel owner's uncle and that he's got a twin brother. But I am the hotel owner's uncle. There you go again. I'll have to call the ambulance and you'll take your wife. All right. Who am I? You're John Turner from Johannesburg, and don't you dare think otherwise. So, as long as I keep on saying that, I'm all right. Aye, you'll be all right. So who are you? I am John Turner from Johannesburg. John Turner. So who are you?
John Turner from Johannesburg. Just keep on saying that and you'll be all right. John Turner from Johannesburg. Cheery bye. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner from... Wat zie je, Pieter? Ik is John Turner van Johannesburg. Wat? Heb je dat niet horen, nee? John Turner van Johannesburg? Als jij mij niet gelooft, dan moeker ik jou. Ja, net wat Pieter zei. John Turner van Johannesburg. John Turner van Johannesburg. John Turner van Johannesburg. John Turner van Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. Good morning. My name's John Turner from Johannesburg. So's mine. Good grief. John Turner from Johannesburg. Morgen, meneer, kan ik jou helpen? Goedemorgen. Ik is die man van Johannesburg. Mijn dokter heeft geschreven. We heard you was coming, but you was here already. Ja, ik is hier al. You must be your old man's son, eh? Ja, ik is mijn opa's zoon. Nou dat ons weet, ons is albei twee talen, hoe kom praat jij niet Engels, ik praat Afrikaans? Well, I was just trying to be polite. Nee, dat was ik kapie. Je kan hem met zijn eigen taal aan tafel. Tik hem maar zo lang, die boek. I must have absolute peace and quiet, understand? Meneer is hier zo stil. Jij kan die meisje op je solo hoe vrij. Do you call that peace and quiet? Meneer hoeft niet om te bekomen, Lucy. Hij komt net al recht. Alles uit jouw pa. Quiet, I tell you. Maar, ik zei niks, ik blijf stil. Absolute peace and quiet. Is that understood? Hoe kom Raasmaas dan zo? Excuse me. Are you the manager of this hotel? Nee, meneer. Ik zal hem nu gaan roepen. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. That's right. How did you know? How did I know? I was told. Who are you? I just said you're right. I am Turner. You're quite sure? Of course. Is everyone crazy around here? You don't know how right you are, but the worst of the lot is the doctor. He tried to tell me that I was you. The doctor? Yes, MacDougall, the character who recommended you stay here. Scotsman, is he? I'll say. Drinks ether and rides a pushbike because it's cheaper than petrol. I also thought he was an idiot. He very nearly convinced me I was one. I must go and see him and straighten this out. You go and do that. His surgery is just down the road. Gare kerel. Op is een man zo'n spul. Oom Pieter. John Turner, hoe gaat het nou? Voel oma beter. Mij probeer wijs maar, ik is John Turner. Ik weet moest ik is Pieter Roe. Machtig, ik is blij om dit te horen. Wat het om dan in een keer? Daar, die dokter het mij vies gemaakt. Het. Die dokter? Maar nu is die rechte John Turner hier. Gods. Wat ik nu voor weet is, wie was die ou gestraat? Wat er ou? Ik het gedink, hij is die senuweeleier. Hij heeft voor mij gezegd, hij is die hotelbaas. O, hij, maar het is moest die hotelbaas. Dit is Alida zijn man. Nee, jullie twee beginnen niet alweer, nee. Alsjeblieft. Wie was hij? Hij was net een oude vriend van mij, oom Pieter. Snaakse vriend. Hij wou dan gestrand bij je broerse vrouw gaan slapen. Bij broerse vrouw? Alida. Ja, natuurlijk, Alida. Alida is mijn broerse vrouw. Kijk, wat gaan nou eindelijk hier aan? Ik heb nog nooit zulke deur mekaar praterij en vergeetachtigheid mijn leven tegengekomen. Nee. Dit helpt niet, Tony. Jij zal een of ander tijd via jou oom moet vertellen. Ja, ik zal zeker moet. Wat vertel? Kijk, oom Pieter. Dit gebeurt ons al dag dat iemand geld nodig heeft en niks heeft niet. Nou en dan, ja. Nou, als we iemand nou een paar plannetjes maken om geld te krijgen,
Ik bedoel, zeker niet meer gebeurt. Ja, ja, ga dan. Nou ja? Pieter Roe. Is Mossy hier, Pieter Roe niet? Ja, dat is ik. Nee, wat, Jezus, Mossy, zien hoe wie leidt. Je naam is Turner. Als iemand van mij weer zei, ik is John Turner, slaan ik om naar die sterretjes die daar lang om zijn kop draaien. Geen uit naar die brief. Mazel, mazel, maak mazel zo'n pointes. Kleren stijl uit. Peter. Maar hier die brief zeker voor die baas. Ne? Dan wat met jou dan? Daar zit die baas, Mos. Nee, maar ik kon gesweer het. Ik kon zwel uit. Marcel, wacht, kom hier. Luister, doe mij gans. Wat zal het mij kost? Niks. Je kan hem nog een rand op je kop toe. Als die ouwe vir jou vrouw wie ik is, dan zie je ik is die baas. Mij verstand werd beter als ik 2 rand krijg. Je zegt niks van man in oor. Mijn oren hoor ook beter als je 4 rand wordt en dan man, het verloop. Dat is nou waarlijk jammer hoor. Wat is het, oom? Jullie moet mij niet kwalijk nemen, maar ik moet dadelijk huis toe. Rechtig? Ja. Ach, is rechtig jammer. Maar ik heb dan niet begin kennis maken. Het is wel uitgezien in die volgende paar dagen. Ja. Waar is onze koffer? Ik zal hem pakken. Ach, oom, moet niet gaan. Mag niet zeker dat hem niks laat leren. Hij is onze koffer-statie te nemen. Ach, het is jammer. Het is dus blij om te zien, jullie nemen zo treurig afscheid, maar ik moet dringend naar mijn zaken gaan kijken. Maar kun je... Maak gewoon niet, ik ben alles verpas om je trein. Machtig, dit was amper. Maar nou is ons daarom uit die sop. Wacht dat je oom op die trein zit voor je praat. Ons hoeft tenminste niks te sê nie. Jy moet oppas. Mani is net nou hier. Oh my God, wat doen ons dan? Jy sal seker aan iets dink, jy is maar slim genoeg vir alles. Waar is hy nou? Iewers in die dorp, dink ek. As hy nog net 1/2 uur weg wees, ons kop en deur. So ja, daar gepak. Ja, kom ons ry. Ok, nie so vinnig nie. Daar is seker daarom tyd om vir Paul te groet. Paul? O ja, Paul. Doe maar om, Pieter. Ek sê vir hom sê, jy stuur groete. Oh nee, wat so meneer is dit? Ek wil julle 2 hoeke al by mekaar sien. Gaan roep hom. Paul en ek, by mekaar. Toe, maak gauw. Ek sal nieuwsgierig om te sien hoe julle 2 saamlyk. Ek is self nieuwsgierig om dit te sien. Gawe kerel daarie, neef van my. Dink self so. Lyk my, jy is daarom baie verlief op daarie man van jou. Baie. Reg so. Ek hou van 'n vrou wat nie bang is om te sê sy is verlief op haar man nie. O, maak net nou vir Tony jaloers. Ag, wat. Ek dink van die hele familie hou ek van jou die meeste. En as jy miskien eendag iets wil hê, laat my weet hoor. As ek kan, sal ek doen net wat jy sê. Regtig, oom. Ere woord. Ag, Alida, ek is jammer, maar ek moet huis toe. So gauw, oom Pieter. Kan oom nie nog 'n dag langer bly? Nee, Alida, nie nog 'n sekonde nie. Jou net gesê, ek moet om tot 10:30 die trein trek nou. Maar waar is Tony dan? Ek het hom ons gesê by die 2 van julle hier sien. Hy het 'n taxi gaan vroeg. Ah, dink ook aan alles. Dis nou regtig 'n gawe kerel. Ja. En julle 2? Nog altyd kwaad vir mekaar? Nee. Ja, oom, ons is. Kom nou, Alida, moet nie so moeilik wees nie. So mekaar en kry klaar. Kom, Alida. Pieter, luister nou mooi. Ek is Tony, nie Paul nie. Paul is nie hier nie, hy is in Suidwest. Dis Mani van Leeuwen, hy is die regte eienaar van die plek. Dis Alida, sy is Mani se vrou en nie Paulse nie. En jy? Waar is jou vrou? Sy is nog nie. Ek hoop nie sal wees. Toneelspel. Alles toneelspel, dis wat jy gedoen het? Sy is skuld. Oom het net vir my geld gestuur, as ek maak soos oom. Sy oom wou gehad het, ek moes trou in 'n vaste plek kry tot ek so gemaak of ek so gemaak het. Jy het vir my gelieg! Toneel gespeel, oom, toneel gespeel. Magtig. Mooi, Tony, mooi. Ek het wrachtig nog nooit iemand gesien wat so mooi toneel speel soos jy. Dankie. Dat is my mense wat my kunst waardeer. Ja, ek moet toegee, jy was goed. Self geglo jy en Paulus 2 persone. Maar toneel speel, dis iets vir dromers en jy gaan dit wraggies los voor jy weer 'n penny uit my kry. Goed. Maak my die geld wat om wil. Ek en Leonie sal al sonder reg kom. Maar een ding wil ek om vrou, hoekom maak mense altyd hulle monde oop oor dinge wat hulle nie verstaan nie? Het oom al oor nagedink wat toneel eintlik is? Nee, nou vind dan eers uit vir het oom die toneel veroordeel. Ja nee, Tony, ek het nou mos geleer.
Ek is ook ten binnenkort sit ek daarbo, of misschien daaronder. Als ik dan van ver af keek, dan leek allemaal soos toneelspelers. Die hele lewe is een toneelspeler. Marion, terwijl ik nog hier is, speel ik mijn rol aan het bars. Oom Pieter. Ja? Mag ik oom aan iets herinner? Wat? Het oom nie gesê oom sal enige iets voor mij doen nie? Ja, ek het. Laat Tony toneel speel soos hy wil. Die wereld het zulke mensen nodig. Tony is baie goed om het zelf zo gesê. Oké. En jy dan iets daarteen, nie? Ja. Maar ek het hom lief. Jou vervlakste tweeling.